Het Westland herbergt tal van familiebedrijven. Unieke ondernemingen welke vaak al vele generaties zijn doorgegeven. In familiezaken volgen we de meubelfamilie Lancé, bekend van de Haco-winkels. Binnen 2 maanden tijd willen zij hun 29e winkel aan de Energiestraat in Naaldwijk compleet verbouwen en heropenen. Dat is denk ik gebroken. Maar het is niet zomaar een verbouwing. Dit pand heeft namelijk nostalgische en vooral ook emotionele waarde voor de Lancé'tjes. Jarenlang was hier namelijk woonwinkel La Dela gehuisvest, welke ook door een Lancé werd gerund. Nadat de winkel 10 jaar lang uit de familie is geweest, wordt het nu weer nieuw leven ingeblazen. Vorige week in familiezaken kregen we alvast een klein voorproefje van hoe de nieuwe winkel in Naaldwijk er straks uit zou komen te zien. Ja, maar wat een accessoires, zeg. Ja. En werden de Indische meubels geleverd. Verder werd er op het nippertje een enorme bouwblunder voorkomen. Ja, dus komt hij tot hier, hier moet hij toch een centimeter of 30 verder. En tijdens een gezellige familieborrel was er heel even tijd voor ontspanning. We zitten ruim een week voor de heropening. De nieuwe winkel begint meer en meer vorm te krijgen. Alleen de nieuwe balie is nog steeds niet klaar. En dat baart Dirk zorgen. Hey, mijn Dirk. Vraag je, hoe staat het met die balie? Ja, ik denk dat we daar nog voorlopig wel even werk aan hebben. Want wanneer denk jij dat we die af gaan krijgen? Want ik moet volgende week open en we zitten met smart op die balie te wachten. En als jij zegt dat die volgende week pas komt, dan weet ik niet of we dat natuurlijk gaan redden, die deadline. Want dat is natuurlijk wel heel erg krap. Omdat Dirk graag met eigen ogen wil zien hoe ver ze zijn met de nieuwe balie, gaat hij langs bij de fabrikant. Maar dit is dus het enige wat er tot nu toe nog staat? Ja, dat is nog het enige. En dat ga je redden voor volgende week dinsdag? Ja, we doen ons best, maar ik ben benieuwd of we dat gaan redden. En hoe zit het met die stalen constructie die erop komt? Die staat al klaar. Die hebben we al helemaal, die staat al klaar? Die staat al helemaal klaar. Hij moet alleen nog gelakt worden, laten we zeggen. Ja. Of in de coating gezet worden. En ja. Dan zetten we hem er zo op. Dat is helemaal klaar. Oké. Okay. Als je mij op de hoogte wil houden, heel graag. Dan, ik ben heel nieuwsgierig en als er wat is en als ik wat kan doen, dan moet je even bellen. Ja, we gaan in ieder geval ons uiterste best doen om het volgende week neer te zetten. Super. Plaatsen. Super. Dus. Ja. We zitten een week voor de officiële heropening. De deadline komt steeds dichterbij. Maar zullen ze het allemaal op tijd afkrijgen? Dirk, nou zijn jullie al die tijd vrij zelfverzekerd geweest. Alles komt er op tijd af. Maar er moet nog wel een hoop gebeuren, vind ik hoor. Gaan jullie het allemaal redden? Er moet inderdaad nog heel veel gebeuren. Zoals je ziet is het ook nog lang niet af. En de tijd begint nu heel erg te dringen. Er zijn nog wat dingetjes die kielen gaan worden. Maar dingetjes? Ja, de Indische hoek, zeg maar, met al die massieve meubelen, die is eigenlijk nog steeds niet af. Die zijn ze nu pas aan het spuiten en daar gaan meer lagen op dan verwacht op de muur. Dus dat duurt langer en langer en langer. En dan moet je ook nog worden ingericht. Ja, dan moet die inderdaad ook nog, alles moet nog uitgepakt worden, want er zitten nu allemaal doeken overheen, natuurlijk tegen de verf. Dus alles moet nog in worden gericht, uitgepakt, netjes worden neergezet. Is dat volgende week af? Ik hoop het, dat is wel de bedoeling. Ja. Oké, dus dat wordt s'avonds doorwerken? Dat wordt denk ik wel s'avonds doorwerken, inderdaad. Oké, en wat gaat er nog meer niet helemaal goed? De balie, die is ook nog steeds niet af. Dus dat wordt ook nog wel heel spannend. Dus daar moeten we nog wel even druk over zetten. Jeetje, maar hoe gaat het met jou nou? Want stress, deadlines, nou kan je dat allemaal handelen? Stress een klein beetje. Tuurlijk, je kan het allemaal wel handelen, maar het is wel hard werken. Dus het is wel alles regelen. Zoals je het ziet, we lopen hier zelf allemaal in de winkel te sjouwen en te rommelen. Heel veel familie is aanwezig. Ja, iedereen is er. We zijn denk ik met 10 man sterk inmiddels. Dus iedereen voelt de druk. De dames zijn daarom alvast begonnen met de aankleding van de diverse stijlstudio's. San, wat voor tafeltjes had je nodig? Ja, doe die maar. Die metalen met dat hout. Oké, deze doen? Ja, die is beter. Ja. Terwijl Jelle en Kees nog steeds druk in de weer zijn om alle meubelen op de juiste plek in de winkel te zetten. Wat het beter gewoon gelijk op de goede plek kunnen zetten. Ja. Anders twee kunnen we wel samen.
Hier moet ook nog aardig het lampje ingeprikt worden. Zullen we hem aan die kant of aan deze kant? Het midden. Ja, dat is een beetje gek. Dan heb je twee persoons, 1,60. Twee persoons, 1,60. En dan in het midden kun je beter op volgorde doen. Er staat precies een mooie plekje vrij. Small, breder, breed. Nou, wat mij betreft mag hij gewoon in het midden. Even kijken hoe die staat, dan kunnen we altijd nog weghalen. Ja, best. Oh ja, dat zijn we nog vergeten te vertellen. De broers willen het nog wel eens oneens zijn met elkaar. Enfin, eerst maar even kijken hoe dit uitpakt. Ik vind hem wel mooi staan. Ja, ik denk nog steeds, want deze is iets hoger dan die en die. En die zijn precies even hoog. Nou, dan schuiven we die op zo. Dan zetten we die aan de rechterkant. Ja, we vinden deze niet zo mooi bij de ingang met die groenpadje. En dan schuiven we die daarheen. Ja, deze daar. En die op de hoek. Ja. Ja, oké. Okay. En dus kan de hele boel weer worden verbouwd. Vier neerzetten. Ja. Hebben we gewoon. Dit is natuurlijk ook een ander merk. Ja. Beter zo? Zo staat het toch wat netter als dat hij in het midden stond. Inderdaad. Misschien moet alleen die nog ietsje opzij, zodat dat je dezelfde afstand tussen die twee boxen hebt en deze. Ja, een heel klein stukje opschrijven nog. Nou, de details vind ik toch meer de vrouwen, want die doen echt de finishing touch van de meubels. Dus wat dat betreft ben ik niet de man van de details, meer van de globale inrichting eigenlijk. En deze nog. Gelukkig weten Sandra en Brasha wel raad met al die kussens, windlichten en vazen. Hebben we nog iets van planten of zo? Hier nog even ophangen. Je stoel even goed? Ja. Begint het er al een beetje op te lijken? Het is wel leuk, hè, dat goud zo. Ja, leuk met die ster erbij. Komt vandaag die vitrinekast nou nog mee? Als het goed is, komen die jongens die vanmiddag nog even brengen. Als de winkel straks af is, dan moet die qua sfeer vooral heel gezellig zijn. Maar we gaan ook met de trends mee. Dus de huidige trends in de meubelwereld, die moeten wel terug te vinden zijn. Zo, doen we de stofstalen hier? Ja. Ik vind het wel gezellig zo. Ja, top. Zo, Brasha, dat begint er een beetje op te lijken. Ja, het wordt wat, hè? Is het een werk? Ja, is het ook werk? Ja, het is wel een klus. Ja? Ja. Het is meer van waar begin je? We hebben achter echt een hele lading liggen. Dat heb je misschien ook wel gezien. Ja, dat is echt even een beginnetje, maar als je eenmaal bezig bent, dan loopt het wel. Ja, want alles moet natuurlijk worden uitgepakt, alles moet op kleur worden gesteld. Wat zijn nou een beetje de trends? Je ziet heel veel roest. Nu je naar de winter gaat, is het altijd wel leuk om echt een beetje met winterthema's te spelen. Dus vachtjes en skulls. En vooral heel veel dieren zie je nu heel erg. Okay. We werken veel met planten, omdat dat nu ook wel heel erg hot is. Dus dat zie je wel terug in de winkel. Nou, zijn jullie met een hoop vrouwen hier vandaag? Ja. Hoe gaat dat onderling zo'n beetje? Ja, natuurlijk is het af en toe een kippenhok. Iedereen heeft een mening en de een wil daar beginnen en de ander wil daar beginnen. Dus af en toe is het echt van, wat doen we hiermee? En dan gooien we daar wat groene kussens en daar wat roze. En uiteindelijk roepen we eigenlijk elkaar weer bijeen. Van nou, we gaan het weer per hok aanpakken. Want anders wordt het echt een zootje. Gaan jullie het redden met al dat stijlen en al dat uitpakken van die jozen nog binnen één week? Nou, dat is de vraag hoor. Het is echt wel even aanpoten. Ik weet niet of jullie het achter hebben gezien, maar er staat echt zo'n berg. Ja, dat hebben we gezien, ja. Ja, dus het is even aanpoten, maar we gaan er gewoon voor. Een beetje dit nog, deze. Het is de dag voor de officiële heropening en alles moet nu dus klaar zijn. De paling is in elk geval klaar. Daar hebben we hem. Derk. Ja. Morgen is de grote opening. Ik zet hem even neer. Ja, morgen is de grote opening en jij staat nog met een lamp in je hand. Ja, gaat het allemaal wel goed? Ja, het gaat hartstikke goed. De deadline is in principe gehaald. Alleen we moeten nog even wat lampjes ophangen. We moeten nog even wat doosjes moeten we nog even wegwerken. Echt de laatste puntjes op de i vandaag. Ja, de allerlaatste puntjes op de i en dan zijn we klaar. Dus ik mag jou feliciteren. Dat mag inderdaad. Deadline is gehaald. Ja. Ben je tevreden? Overtreft mijn verwachtingen eigenlijk nog.
Ja, het is eigenlijk veel mooier geworden dan dat ik had durven hopen en in mijn gedachten had. Ja. Ja, want jullie hadden natuurlijk een heel plaatje in je hoofd, tekeningen. Ja. Nee, jij wist helemaal hoe het zou gaan worden. Ja, ik wist precies waar alles kwam te staan en wat we moest doen. Alleen ja, als het dan staat, dan is het nog eigenlijk veel mooier dan dat het op de tekening is. Het beste geluk vind ik toch de mooie balie bij binnenkomst. Dat was echt een eye-catcher. Ja, dit is denk ik ook een van de duurste balies die we van alle winkels hebben staan. En is het ook goed gegaan, zo met z'n allen met elkaar? Ja, er zijn natuurlijk altijd wat kleine strubbelingen en wat kleine irritaties. Maar over het algemeen in de grote lijnen vullen we elkaar goed aan en is het eigenlijk allemaal goed gegaan. Ja. Nou ja, hier al die stijlhoeken zijn bijna klaar, dus de laatste puntjes op de i. Maar ik ben natuurlijk ook wel erg benieuwd naar de Indische hoek. Is die klaar? Zelfs die is klaar. Wow, dit is wel echt heel gaaf, Derek. Gaaf geworden, hè? Waanzinnig. Ja. Hele andere stijl dan wat we hier aan de andere kant hebben gezien. Compleet anders dan aan de andere kant. Overtreft het jullie verwachting? Absoluut. In het begin was het natuurlijk een beetje spannend met die beschadigde spiegel. Maar nu het hier eigenlijk allemaal staat, overtreft het zeker onze verwachtingen. Ja. Kijk, dit is bijvoorbeeld echt zo'n typische Indische kast. Zie je, onwijs grof, met die stalen hengsels, veel verschillende kleuren. Alles is verweerd natuurlijk door de zon. Maar dit is echt super robuust, heel stevig, massief. Je ziet het ook, het kost ook wat kracht om hem open en dicht te doen. Maar dat hoort eigenlijk allemaal bij dat hele authentieke. Nou, daar zitten we dan weer. 2 maanden geleden zaten we ook bij elkaar. Toen hadden we nog bouwtekeningen op tafel. En nu is het moment daar. De verbouwing is afgerond. Hoe voelt het nou, Jelle? Nou, het voelt heel goed. We hebben heel hard gewerkt met z'n allen. En er valt nu wel een last van onze schouders af. Ja. Dat was wel even aanpoten. Viel het dan eigenlijk toch meer tegen als dat je had verwacht? Het viel niet tegen, maar het was wel gewoon meer werk als dat we verwacht hadden. En omdat we toch ook uiteindelijk meer verbouwd hebben als gepland. Nou, is het natuurlijk ook een stukje nostalgie. Dit was natuurlijk echt een familiebedrijf. Jullie zijn als derde generatie naar 29ste pand. Zou je het weer doen? Ik ga eerst even uitrusten. Ja. Het is onwijs lastig om de oude Ladela te overtreffen. Wij hopen hier wel een nieuwe stap in te zetten. We hopen eigenlijk nog groter te groeien hier in het Westland dan dat de Ladela eigenlijk al was. Nou, dan is het nu denk ik tijd om te proosten op de goede afloop. En op jullie nieuwe zaak natuurlijk. Proost! Ja, bedankt. Proost!